Welkom bij Crystal Beauty & More. Ik ben Marijke. Ik ben Crystal en welkom bij een nieuwe video. Jongens, action! Ja, we moesten er weer heen, hè? Ja. Ja, als je wil inrichten moet je daar heen. Ja, want zoals jullie kunnen zien, de zolder is klaar! Nou ja, klaar nog niet. We zijn er nog mee bezig, want we hebben hier een aantal dingen nog in zitten die we ook gaan gebruiken, toch? Ja. En als het klaar is, laten we... Ja, dan krijgen jullie een studio tour. Nou, ik ga die tas even lekker neerleggen, want dat is makkelijker. Zo. Ja, ook goed. Nou, dan begin ik als eerste. Goed? Ja, is goed. Dan ging dus wat van tafel. Als eerste heb ik voor jullie, waarom hoor mij nou zeggen? Als eerste heb ik een selfie ring light. Wat wou je zeggen? Nee, niet voor de zelf. Voor jullie, voor dezelf. Ja, het is eigenlijk ook een beetje voor hun, hè, want ja. Je hebt het nodig om te filmen. Dus deze is €6,95. En heel handig, hij staat gelijk op zo'n driepootje. En deze vond ik heel handig om te gebruiken om met filmen voor de nagelvideo's. Want ik kan namelijk die ringlight gelijk zo zetten. Oh, mooi. En dan kan ik dus heel mooi licht hebben boven de nagels. Ja. Dus als ik het er toch over heb, volg me gelijk heel eventjes op Nails & Beauty bij Crystal Maat. Vind je me niet daarop, zoek gewoon op Crystal Maat, vind je hem ook. Zowel op Instagram, zowel als YouTube. Dus misschien vind je het leuk om daar ook een kijkje te nemen. Ja. Dus €6,95. Ringlijtje. Hoppata. Hoppata. Nou, begin maar met wat simpelers. Ik heb er 1. 2. 3. Even kijken hoor. 3. Het zijn kussenfunnikies voor de
sofa voor het bed, bank. Oeh, wat zal het zijn? Die zijn maar 1,66. Dus nou ja, die heb je nodig om een kussen te vullen. Dus ja, zelf kan ik het er niet van maken. Dus nee, vandaar drie kussensloopjes. Sloopjes hoor mij nou. Die komen. Vullingen. Die komen nog. Even kijken jongens. Nou, dan heb ik voor in de wc. Vond ik wel echt heel leuk. Ik heb er gelijk een stuk of 6 geloof ik. Ja. Daar ging bijna de tas. En deze zijn maar 1,49. En die vond ik echt super leuk voor op het toilet. Ik heb van die speciale dingetjes gehaald. Dat je hem... op de muur kan plakken, maar die kan je ook weer heel makkelijk weghalen. Dus ja, je hoeft geen gaatjes te boren. Dus ik hoop dat dat blijft hangen. Ik hoop het ook. Maar voor 1,49 vond ik deze wel heel cute. Een bruin randje, houtrandje met weer een licht whitewash randje eromheen. Ja. En daar heb ik er 6 van. Dus daar komen weer leuke fotootjes van in voor op de wc. Ja. En bij kussenvulling. Voor de kussentjes natuurlijk. En ik heb er van deze 2. Ja. En die zijn 4,45 per stuk. En dat is een beetje dat... heel gaaf. Dat ja, Ibiza... Bohemian. Bohemian stijl. Bohemian, Bohemian is net even wat chiquer dan... Ja, Ibiza chic zeggen we altijd, hè. Ibiza chic, ja. Nou, bij de Action hebben ze, gaan ze echt... Nee, met deze stijl. Ja, het verbaast me wel dat die bij de Action wat duurder was, 4,45. Maar ja, daarentegen heb je wel echt hele mooie kussens. En dit is echt wel kwaliteit wat erop zit. Als je dit in zo'n boutique moet kopen, dan schrik je wezenloos. Nou ja, wat zou je dan voor een kussen, €25 wel kwijt zijn, denk ik? Nou, €15 wel, zeker. Ja, ja. Nou, ja, ze weten de prijzen daar al van te vinden. Ja, dat denk ik ook wel. Dus wil je voor je Bohemian Ibiza stijl, ga ook gewoon naar de Action, jongens. Want je hebt echt super leuke dingetjes daar zo. Wat stond er nou zo leuk? Een vloerkleedje. Ja. En er was nog wat. Nou ja, kom ik nog wel op. Ja, en dit soort dingen die jullie hier zien hangen, die had mijn moeder al. Maar die hebben ze ook nu bij de Action. Ja, durf ik niet. Dat durf ik ook niet te zeggen. €3-4 denk ik zo'n beetje, want volgens mij was het niet heel veel duurder. Maar die had je ook in verschillende maten. Dus, en verschillende kleuren. Ja, ja, superleuk. Ja, ik vind ze heel gaaf. Ja. De eerste keer naar de Action gingen we en toen kwamen ze, vonden we ze niet. Nou, we gingen op een maandag. En nou, maandag... Ja, in Noordhoek was die aardig leeggeroofd. Helemaal leeggeroofd. Dus, ja, dus nou, we gingen de tweede keer, toen hadden ze gelukkig. Dus wij helemaal blij. Alles weer bijgevuld. Nou, en dat is wel leuk om een beetje daarop in te spelen. Want we zagen ook deze. Super gaaf. Ik zal deze laten zien. Zijn 1,99. Sorry maar. Ja, geen. Ja, dus een happiness is a day at the beach. En ja, deze vonden we zo gaaf. 1,99. Ja, je had verschillende teksten erop. Maar we hebben twee dezelfde. Ik heb er één voor thuis en mijn moeder eentje voor hier. Ja, kijk nou hoe cute. Dat is toch grappig. Ja, vind ik echt leuk. Het lijkt echt een beetje op dat schoothout. Ja, een beetje dat strandhout ook. Ja, ik vind hem echt geweldig. Voor geld. Ja, toch? Ik wou net zeggen. 1,99 jongens. Weet je alles? Ja. Mag jij weer? Nou, gaan we op de beach verder. Dat is ook voor de studio. Het is leuk om een kaarsje in te doen. Ja. En die was 1,79. Ja. Nou. Ja, ik vond hem echt super cute. Dat ken ik zelf niet. Maar hier, dan heb je toch al 3 gave dingen wat gewoon al helemaal die stijl is. Ja. En voor hartstikke weinig. Nou, ik ga naar een boutique en mooi. Ik heb een tasten. Ja, deze vond ik gewoon. Ja, ik vond hem heel cute. Chris vond hem heel cute. Love it. Love it. Nou, dan heb ik even totaal iets anders. Maakt niet uit. Bij mij, de zolderkamer is heet in de zomer, kan ik jullie vertellen. Maar ik heb de bovenste verdieping met een plat dak. Is ook heel warm, kan ik je zeggen. Dus ik zag een mini cooling fan with USB connecting. En serieus, te grappig. Die kan je dus gewoon op je computer aansluiten. En als je dus gewoon bij de computer zit, heb je dus gewoon een kleine mini fan. Deze was, moet ik even kijken, €2,49. €2,50 dus gewoon. Ja.
Oh, wat leuk. Maar hoe cute is die? Ik heb er echt, ja. Ja? Hij kan omdraaien ook. Er zit echt een aan- en uitknopje op. Leuk. Nou, en dat voor 2,50. Nou, is toch ideaal? Grappig. Je had ze nog kleiner, die kon je op je beeldscherm doen. Maar die waren maar 99 cent of 1,99. Ja. Maar ik vond deze wat fijner omdat die net wat groter is. Dus, ik heb zo'n mini, maar dan gewoon net als een grote fan. Maar dan is die ook zo groot. Ja, leuk. Die doet het als een tier. Ja, ik ben benieuwd hoeveel wind hier vanaf komt. Dus ik ben benieuwd. Keep you posted. Keep you posted. Kijk. Er moet natuurlijk ook wel een beetje grond bij komen. Ja. Nou, kijk. Tweemaal gras met de kleurtje. Een mooi roze kleurtje zit erin. Mooi roze. Ja, een beetje kleur hoort erin. En ja. Op de zolderkamer is het een beetje nepzet. Was echt. Nu zijn €2,99 per stuk. Maar ja, ja nou. Heb je ook jaren plezier van. Ik wou net zeggen, een beetje afstof af en toe. Ja, wat ik ook doe, ik heb beneden ook wat nep staan. En doe ik even een warm soppie en schoonmaken. Oh, nou, gelijk tip van moeders. Ja, even lekker naar binnen. Dan sla ik even de pauze. Oeh! Ik zegen u! Oh. Ja, joh, maar dan, het is wel weer schoon dan. Bedankt voor die bloemen! Nou, is dat te leuk. Nou, en zelfs in dat potje zou die heel leuk kunnen. Dus ik bedoel maar. Ik zit in de bush. Je hebt ook echt hele grote, hè? Ja. Maar die waren wel wat duurder, hoor. Ja. Die kwamen ook op 10 of... Ja, en we hebben ze ook bij de IKEA gezien en daar waren ze best nog wel echt wel prijzig. Dus dan is de Lidl wel weer... Lidl. Jezus, dan is de Action wel echt wel een betere aanrader. Nou, voor je portemonnee zeker. Dat sowieso. Even kijken hoor. Ik ga even een hele stapel eruit jassen. Nou, 3 keer raden wat dit is. Jongens, ik heb weer maskertjes meegenomen. Deze is heel cute. Dit is een sheet mask, maar dan met een katje erop. Heel cute. 69 cent. Nou, binnenkort wil Lola vast wel weer een keer een maskertje met oma en tante Chris. Nou, kijk eens, 3 maskers. Dan heb ik er nog 2. En die vond ik gewoon wel leuk, omdat Cruella de Vil erop staat. En die waren 95 cent. Nou, daar heb ik er 2 van meegenomen. Ja, en deze kon ik niet laten liggen. Nee, je weet het, mam, ik hou van Disney. Nog steeds in dat opzicht gewoon een groot kind. Groot kind. Nou ja. Maar je had dus 5 voor 95 cent had je dus maskertjes. Snow White, superleuk. Sneeuwwitje. Cinderella. Assepoesje. Assepoesje, assepoesje. Even kijken hoor. Oh, hier staat het niet op, maar dit is Rapunzel. Ja. Heel leuk. En ja, mijn favoriet is toch echt Ariel. En dan moest ik er even 2 van meenemen. Ja. Dus dat zijn de maskertjes. Lola vindt het ook leuk. Ik wou net zeggen, dus kunnen we samen Ariel spelen. Geen kind van mij hoor. Jawel. Jawel. Ja, moet ik toch even mijn bril opzetten. Dit is een... heel dun draad. En die 59 cent. En het is zo dun dat je er sieraden mee kan maken. Floral wire. Ja. 25 meter. Ik heb craft en hobby. Ik heb hem iets dikker in het groen. Met bloemetjes en dingetjes. Er staat ook niet op hoe dik hij is. Maar hij is echt dun. Maar het is vrij dun. Maar het is hartstikke leuk ook met sieraden. Dus je kunt het eigenlijk overal voor gebruiken. Willen jullie nou een DIY zien met leuke sieraden? Ja, dat... Laat het eens even weten in de reactie. Laat weten even wat je eventueel daarvan zou willen zien. Ja. Even kijken hoor. Dan... heb ik gewoon iets heel leuks meegenomen. 99 cent. Dit zijn van die festival stickers die je op je gezicht kan doen. Ik wil namelijk ook nog heel graag een festival look gaan maken op YouTube. Dus daar hebben we alvast die voor meegenomen. 99 cent. Is er geen geld. En ik heb hier 44 cent. En dat zijn
van die geurbeltjes, zeg maar. Die kan je tussen je kledingkast leggen of als een muffe ruimte, net zoals je boven is altijd. Klinkt wat. Altijd zo vies. Muffe ruimte. Nou ja. Waar is je moeder? Nou, in die muffe ruimte. In de schoenenkast. Nou, dat ruikt lekker vies. Ja. Gooi ze daarin. Ja. Ja, ruikt beter dan zwemmen. Heb je hem al opengemaakt, even ruiken? Ja, ruikt lekker. Deze, ja, je had verschillende luchtjes. Deze ruikt naar roosjes. Mijn roosje. Dat ben je vader. Nou, jij ruikt lekker. Lekker naar roosjes. Nou, die ruikt niet naar roosjes hoor, dat kan ik jullie vertellen. Oh. Ik krijg ineens de hele massa. Hij is lekker, ja, maar je moet inderdaad lekker. Niet gelijk hele grote snif nemen, maar hij is lekker. Nee, ik deed je even te veel. Maar het is ook de bedoeling, kijk, stiek je erbij dat je het ergens tussen hangt. Ja. Kleding of een schoenenrek. Ja, maar het is wel handig. Ik heb ze van Robijn ook van de Action. Ja, ja. Maar kijk, ja. Ik ga het een keer proberen. Ja. Altijd leuk. Nou, onder het mom van een DIY, dan heb ik nog wat andere spulletjes meegenomen. We hebben namelijk een kitje. En deze komt in de serie dadelijk voorbij met toch leuk of meuk. En dit is zo'n tie-dye setje. En deze was maar €3,99. Je krijgt, even kijken hoor. Nou ja, 10 kleurtjes. En er zitten onderaan nog elastiekjes bij. En dat gaan we even uitvogelen. Dus, en misschien in de tuin. Ja, dus blijf kijken, zou ik zeggen. Vergeet dat belletje niet aan te klikken, want dan mis je nooit meer zulke video's. Hey. Hey. Toch? Toch? En dan heb ik ook deze €1,49. Ja, ik heb hem eigenlijk alleen maar al meegenomen voor de kleurtjes. Mijn moeder zal weer denken. Douche. Valkuil nummer 1. Kleurtjes, jongens. Kijk op beeld al. Het is al gewoon al geweldig. Maar het is een stempelkussen. €1,49. Ik wou net zeggen, wat doet het eigenlijk? Maar ik heb wel een heel leuk idee hiervoor. Okay. Dus dat heb ik nog niet verteld. Nee, maar dat komt wel. Ja, dus hou ons in de gaten. Nou, moet je het nat maken? Nou, ik denk dat het gewoon al een kant-en-klaar stempelkussen is. Dus Okay. 8 kleurtjes. Dus. En wat kost die? €1,49. Nou, ik heb ook nog wat simpels. Ja, die horen dingetjes horen er ook bij. Die wil ik even proberen. €1,95. Het is wel een klein rotflesje. Maar het is 50. Factor 50. En dat is van de Action zelf, het merk. En ik denk, ik probeer maar eerst een klein flesje. Ja. Want je weet niet wat het doet op mijn huid. Dat is zonnebrand. Ik ga het gewoon proberen. Factor 50. Of je ziet het resultaat. Afijn, de vellen hangen er dadelijk bij. Nee. Ja, dat weet ik niet, hè. Ik ken het zomaar. Nou, maar het is wel chill, zo'n eentje voor je tas ook. Maar het zijn van die reisdingetjes. Ja, voor 1,95 vind ik het, of 50 ml vind ik niet zo heel. Oh, hij is waterresistant. Waterresistant. Nou ja, proberen waar, toch? Ja, vind ik ook. Nou, onder het mom van kleurtjes en DIY. Hier heb ik glitterpennen meegenomen. En even kijken, die waren maar €0,69. Hele leuke roze met paarse. Dan hebben we rood, oranje, geel en groen. En even kijken, grijs, zwart, blauw, turquoise. Superleuk. Je had ook nog geen kleurtjes. Nee? Nee. Maar dat is ook weer verantwoord, want dan Lola wil ook bij mij kleuren, dus dan is het eigenlijk weer een verantwoorde aankoop. Ja, ja. Nou, dit vond ik gewoon, het is een enkelbandje. Enkelbandjes. Ja, dat vond ik ook wel grappig. Het is roze met goud en een beetje paars. Maar palmboompje erbij. Moeilijk te zien, denk ik. Maar goed, het is een enkelbandje en 99 cent kost die. Nou, moet je wel wat harder zeggen, want anders hoor je niet. 99 cent! Moest even wat harder zeggen. En dan horen ze je toch niet. Oké. Okay. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar hij is 99 cent. En jij hebt nog meer, hè? Nog één. Ik heb ook nog één. Dat komt me vaak voor dat we tegelijkertijd... het zijn er 4 in 1. Mag dat ook? Allemaal oorbellen. Voor mijn 99 cent. 99 cent. 99. Oh. Waarom zit die nou weer precies in de knoei? Nou, volgende.
Deze vind ik echt super gaaf. Die zie je nu ook heel veel terugkomen. Ja, het is heel mooi te zien. Dit zijn hartjes met sliertjes. Ja, hij zit een beetje in de knoei, maar... Nee. Oh, nu niet meer. Oh, je hebt hem goed laten zien. Ja. Deze vond ik echt heel leuk. Van die gewone ringoorbellen, maar dan gedraaid. En natuurlijk... Panter. Ja, ik zou eerst ze laten liggen omdat het goud was, maar toen dacht ik, nee, ik vind ze toch eigenlijk wel leuk. En Ma vond ze ook leuk, dus ja, ik denk, nou, ik neem ze mee. Ik ga deze trouwens even gelijk in doen. Spannend. Ja, ik vind ze leuk. Ik hou ook wel van die grote schakel. Ja. Het is hartstikke hot. Deze ook trouwens. Ja. Nee. Kijk nou. Oh ja, kijk. Zal ik je van de ketting leggen? Nee, maar ze zijn wel zwaar. Echt waar? Zo. Zo. Ik krijg allemaal oorlellen. Van die lellelellen. Lellelellen. Heel mooi. Nou jongens. Kijk eens even. Kikken. Dat is echt leuk. Ja, toch? Ze wegen nog best wel zwaar. Ja, maar dat voel je ook wel aan je oren hoor. Dat ze best wel... zulke lellen. Hangen ze dadelijk hier, weet je wel. Nee, gek uit. Nou, de laatste. Nee, de laatste. Oh, leuk. Kijk hoor, hoe dat zit. Hoe? Ik ken alleen prijsjes, ik heb er niet. Even kijken, prijsje is €3,95. Ja, het is gewoon ook een... Ja, hij is heel cute. Een lantaarntje. En wat ook leuk is, we hebben die plantjes erbij, maar dan ken je ook zo'n... rits met lichtjes. Ja. Zo'n met batterijen erin. Ja. Want dan, ja, op zolder een kaars afsteken. Nee, daarom hebben we ook deze gewoon met die batterijen aangezet. Dus ik heb dan wel zo'n ijzerdraad met lichtjes en die doe ik er dan in. Dan heb je hetzelfde effect. Superleuk. En veiliger dan een kaars. En dus, voor €4. Nou, dat is superleuk. Ook voor in de tuin hartstikke leuk om ze op te hangen. Dus ga jij nou ook voor die Ibiza look, Bohemian, ga dan zeker naar de Action. Want je hebt echt hele leuke dingetjes voor heel weinig. Heel veel, ja. Ja. Zeker weten. Ja, blijkbaar komt het... Weet je nou wat het was? Nou? Wat een hangmat voor 8 zoveel. Oh ja. Echt een mooie hangmat. Die hadden ze ook nog. Met dat gehaakt aan de zijkant. Ja. En die zag ik tenminste op Facebook voorbij komen bij de Action. Ja, dus, nou, je kan echt super gave dingetjes scoren nu voor de Ibiza Bohemian stijl. Ik zat eerst ook te denken om hier wat te hangen, maar dan wordt het toch wel heel krap. En, ja, nee, dat gaat we moeten ook niet vergeten, we hebben die lampen natuurlijk ook. Dus die nemen ook al aardig wat ruimte in beslag. Want ik wilde echt nog iets van een grote tafel of zo. Nou, gaat het niet worden. Ik zeg, Chris, dat gaat niet lukken. Jawel, dat kan makkelijk staan, Chris. Dat gaat niet lukken. We gaan nou iets zelf fabriceren wat we een beetje leuk kunnen maken. Dus dat ga je allemaal nog zien. Precies. Wat vond jij een beetje het leukste? Ja, ik kan niet kiezen, denk ik. Vooral die Bohemian Ibiza spullen. Ja. Ik denk dat ik heel ga blijven zijn met mijn minifannetje. Dat denk ik ook wel. En met mijn lamp natuurlijk voor mijn andere kanaal te filmen. Dus kanaal? Ja, zo'n YouTube kanaal. Zeg dan YouTube je kanaal. Mijn kanaal. Oké, moeder, mijn YouTube kanaal. Goed zo. Klinkt toch beter. Nou ja, laat even weten of jullie ook al wat gehaald hebben bij de Action. Misschien ook een beetje de Ibiza / Bohemian stijl. Of ga je ook voor je maskertjes of weet ik veel wat. Laat even weten. Ja, hartstikke leuk. Ja, en volgens mij vinden jullie deze video's leuk. Dus geef natuurlijk die duimpjes omhoog, want dan help je mij ermee. Ja. Vind je de video leuk? Deel hem. Vergeet niet te abonneren hieronder. En dingelingeling. Belletje aan te klikken, dan mis je niks meer van onze video's. Nee. Vergeet ook mij niet te volgen op Crystal Beauty & More, zowel Instagram als Facebook. Daar plaatsen we ook van alles. En we gaan daar binnenkort maar eens een keertje live, want dat is wel leuk om even een keertje te doen. Ja. Dus, en heb je vragen voor ons, willen jullie binnenkort weer misschien een mukbang gaan opnemen? Laat alvast even wat vraagjes hieronder achter die je van ons zou willen weten. Dan kunnen wij die eventueel in de volgende video kunnen wij die beantwoorden. Ja. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot de volgende keer. Doei!